hand voor je mond, Lieber. Wat? Je moet je hand voor je mond doen als je niest. Dat weet je toch, zo heb ik je toch opgevoed. Ja, mam, maar die niest die kwam zomaar opeens zonder waarschuwing. Nou, ik vind dat jij... Weer je hand niet voor je mond. Dat is er soms ook zonder waarschuwing. Ja, zomaar opeens. Nou, je was al gewaarschuwd door de eerste niest. Ja, hè? Dus had je erop voorbereid kunnen zijn met de tweede. Mam, hou nou op. Zeg, heeft Klaartje nog meegedaan aan die Franse keukenprijsvraag? Klaartje die doet altijd mee aan iedere prijsvraag. Oh, het klinkt verrukkelijk. 5-sterren restaurant voor 2 personen. Ja. Bij elke maaltijd weer andere schotels uit verschillende departementen. Ah, zo, hè, net op tijd mijn hand ervoor. Ja. En nog met een zakdoek erin ook, dus daar valt niets op aan te merken. Nou, ik heb het niet op die papieren frutseltjes. Moeder. Ik vind een gewone normale mensenzakdoek vind ik veel netter. Netter? Ja, een gewone normale zakdoek kan een heel mooi accessoire zijn. Kan je moeilijk zeggen van zo'n toiletpapiertje. Maatje. Weer geen hand voor je mond. Kan die misschien ook overwacht? Ja, moeder. Want als ik mijn hand ervoor had gehouden, had ik nu of een naald in mijn oog of het gordijn zat onder de spetters. Ja, wat ordinair. Ja. Probeer jij me misschien duidelijk te maken dat je verkouden aan het worden bent? Ja, dat zou wel eens kunnen, ja. Oh, daar maak je altijd zo'n enorme toestand van. Toen je heel klein was, al ontzettende aanstellerij. Hé, moeder, ik ben echt niet lekker. Ik heb overal pijn. Het steekt en ik voel me duizelig. Nou, schat, dat bedoel ik. Nee, zieke mensen kun je verdelen in 2 soorten. De ene soort die er een enorme toestand van maakt. En de andere soort die het gewoon probeert uit te zieken en er vaak nog meer mee doorloopt ook. En bij welke soort hoor jij? Hebben we de vraag, bij de tweede natuurlijk. Ja, ik ben toch niet die man die van dingen een enorme opklop maakt. Lieve, neem jij er maar eens van, hè? Ja. Gaat jij maar eens lekker in je bedje. En denk maar eens een keer helemaal alleen maar aan jezelf. Ja, dat doe ik, mam, want ik voel me echt zo ellendig. Ach, ik zou het gordijn nog voor je afmaken. Dan weet je wat, dan maak jij eerst dat gordijn op en daarna ga je jezelf lekker verwennen. Hè? Prima idee. Ja, doe ik je. Mag niet hoor, van de politie. Lijm snuiven. Oh, sorry, je ziet er echt beroerd uit. Ja, dank je voor het compliment. Waarom ga je niet gewoon naar huis? In mijn bed liggen bedoel je? Ja. Dat kan niet, staat niet in de agenda. Hè? Dat zeiden Ernst en ik altijd als we een griep voelden aankomen. Dan keken we in onze agenda wanneer en of het kon. En Ernst had altijd de fijnste dagen. Oh ja? Ja, dat is toch in ieder gezin. Moeders die mogen niet ziek zijn. Sorry. De hamster en de goudvis die komen nog eerder aan de beurt. Oh, was dat vroeger ook zo, met Frederik? Nee, met Frederik zeggen. Als vader nieste, dan lag mijn moeder al met een kruik in haar bed. Oh, dat doet Peter bij mij altijd. Oh, ja. En Klaartje? Als Klaartje iets markeert... Dan wordt het net een kleuter. Dan moet ik haar toedekken en kwast voor haar maken met citroen en honing en stripboeken voor haar kopen. Stripboeken? Nu nog? Nou, nu misschien niet meer. Donald Duck en Kuifje, dat is nu de L en Cosmo. Nou, dat is volgens mij ongeveer hetzelfde, hoor. Ja. Maar volgens mij moet jij gewoon naar bed. Hm? Ja, ik geef het op. Oh. Mooi zo. Kan je het wel alleen af? Oh, ik red me wel hoor. Als je om je heen kijkt hoe druk het hier is. Ja, het is ontzettend druk, ja. Nou, ik ga. Nou, vooruit, schiet op, hè. Ja. En maak je geen zorgen. Jouw verkoudheid staat in mijn agenda. Ja, nou. Als het dan ook maar in de agenda van moeder en... Sorry, van en Klaartje staat. Hé, hey, dag. Dag. Oh. Yeah.
Ja, dag, Bob. Ik dacht dat ik je hoorde. Ach, wat doe jij thuis? Ziek geworden. Maar overal pijn. Oh, nee, verkouden. Ja, en dat is nog zacht uitgedrukt. Ja, nou, ik voel me ook helemaal niet lekker. Ik heb zo'n ontzettende hoofdpijn. Het is net of er allemaal schuurspotjes in mijn bijholte zitten. Nou, hier bij mij steekt het hier. En ik kan morgen echt niet naar mijn werk, hoor. Ah, wat jammer nou toch. Morgenavond is toch dat verjaarsfeest. Sorry. Ben je Gert? Ja, nou, daar kan ik mooi niet naartoe. Ik voel me veel te beroerd om ook maar één stap te verzetten. Ook te beroerd om naar dat vijfsterrenhotel te gaan als je die prijsvraag gewonnen hebt. Ja, veel te beroerd of ik dood ga. Nou, volgens mij vliegt hier een bacil rond. Ik moet er echt iets aan doen. Ik moet iets hebben. Oh, heb je geen aspirintjes of zo? Wel, maar ik had eigenlijk meer iets gedacht dan zoiets in de richting van wat jij vroeger altijd voor mij maakte. Een citroenkwast met honing, waar je zo lekker van gaat zweten. Oh ja. En weet je nog, in zo'n dampend gas dat je bijna niet kan vastpakken, met die lange lepel erin met dat molentje waar de wieken van kunnen draaien. Ja, weet ik maar al te goed. En het water is er toch al op, dus het is geen enkele moeite. Nou zeg, kom, dit is voor mij kruipen. Ga ik maar eens even plat. Dus als jij het straks even boven brengt, ben je echt een schat. Oh, even boven brengen. Oh, ja, Bob, als je boodschappen gaat doen, neem je dan meteen wat leuks te lezen voor me mee. De Cosmo, de L, zoiets, goed? Donald Duck, een kuifje ook? Ja, gezellig. Oh, en ook een doos papieren zakdoek, graag. Oh, en wil misschien mevrouw ook nog wat druiven? Oh ja, lekker. Ja. Oh, het voelde me bemoeid. Ja, ik voel me ook zo. Oh, ik ga naar bed, want... Dank je. Hè? Oh, Bob. Ik ben nou toch ook wel oud genoeg om toch een flinke schuit cognac in te mogen, hè? Ja. Dag. Dag. Opknapt. En ik ook. Dag, liever. Hallo, moeder. Ik wou eens even kijken hoe het met je gaat. Nou, dat is heel erg lief van je, maar ik voel me vreselijk doodziek. Ach, als je toch water aan het opzetten bent, ik lust best een lekker kopje thee. Ja, maar mam, dit is geen water voor thee, dit is voor een kruik, want ik ga zo naar mijn bed. Oh, heel verstandig, dan ben jij jezelf maar eens even. Ja, doe ik. Maar als je toch bezig bent, dan is het toch geen enkele moeite om voor mij een lekker kopje thee te zetten? Nee. Zeg, hoorde ik Klaartje daarnet hier? Ja, die heb ik ook naar bed gebracht. Die is zo verkouden. Oh ja? Ja. Ach, die arme kleine muis. Wat zal ze zich ellendig voelen. Ja, ik ook, moeder. Oh nee, lieve. Jij bent zo sterk als een karrepaard. Altijd al geweest. Nee, Klaartje heeft echt een heel tegen stelletje. Ach, mam, hou nou toch op. Helemaal niet. Ja, wel echt. Maar, en alleen maar omdat ze van jou, toen ze klein was, nooit spinazie hoefde te eten. Moeder. En als zo'n klein kindje al niet genoeg staal in haar bloed heeft, nou, dan blijft ze haar hele verdere leven bevattelijk voor alles en nog wat. Ja, nou, als het water kookt, dan ga ik zo naar mijn bed. Nou, als jij dat wil. En weet je al wat je onder de leden hebt? Nee, ik geloof een of andere virus. Ah, virussen, die bestonden helemaal niet in mijn jeugd. Dat is allemaal moderne kwats. Ja, man, natuurlijk bestonden die wel, alleen heten ze anders. Wel, nee, lieverd, die virussen zijn alleen maar uitgevonden om de onkunde van de heren doktoren te verdoezelen. Waar heb je het nou weer over? Nou, kijk, toen ik jong was, hè, ja. En je was ziek, dan ging je naar de dokter en die onderzocht je. En dan zei hij, je hebt de mazelen, of de bof, of wat dan ook. En dan ging je genezen. Poedertje zus, drankje zo, een paar dagen in bed, een paar dagen om uit te zieken en klaar is Kees. Ja, moeder, maar zo... Achie. Ze hadden het ook vaak verkeerd. Ja, dat doet er niet toe. Ook al was zo'n diagnose fout, je wist de mensen waar je aan te houden. Ja, tegenwoordig. Ze doen niet anders dan twijfelen. Misschien is het dit, en misschien is het dat, en misschien is het een virus. Och, word doodziek van al die virussen. Ja, moeder, de meeste mensen. Oh, we zijn niet te ziek om geestig te zijn. Zo, mam. Je opinie over de medische stand heb je nu glashelder uiteengezet. Ik vond het buitengewoon interessant, maar als je het goed vindt, ga ik nu naar bed. En thee? Mag je zelf maken, vind ik prima. Oh, bedankt. Ja. Goed, ja, graag gedaan. Tot morgen. Tot morgen. Oh, het zal toch niet waar zijn? Oh, lieverd, ik geloof dat ik
vreselijk verkouden aan het worden bent. Goedemorgen, Boekenstal. Michiel bent bij. Ik wilde je even zeggen. Ja, nee, laat maar, ik hoor het al. Jij bent nog veel te ziek om vandaag te komen. Ja, nou, ik wil... Zeg, ik verwacht je op z'n vroegst maandag. Oh. En geen excuses of schuldgevoelens. Hoe voel je je nu? Oh, ik voel me nog zo ziek. Maar ben je naar de dokter geweest? Nou, ik heb inderdaad een afspraak gemaakt bij de dokter, ja. Oh, dat is al heel wat voor jou. Ja. Zal je wel beroerd voelen. Ik ga morgen naar hem toe, maar dan zegt hij natuurlijk dat ik een virus heb. Of als het meezit, een heersend virus. Wat is dat? Nou, dat zei Ernst ook altijd. Dat betekent gewoon, mevrouw, ik heb geen flauw benul wat u heeft, maar het heerst. Oh, nou, neem het er maar van, hè? En maak je vooral geen zorgen over de gang van... Nee, oh, sorry, Michiel, ik moet ophangen. Krijg je bezoek? Nee, maar de deurbel, dat is niet de enige bel die ik in huis heb. Dag! Dag. Ja, moeder, ik kom eraan. Ik zat even aan de telefoon. Oh, ik word gek in de klaar, ik kom. Wacht even, ik moet eerst even naar Omi. Moeder, ik kom eraan. Ik kom eraan. Uit. Ja, mam, dat is ook de bedoeling. Ik heb namelijk ontzettend... Oh, tukje. Dat probeer ik. Oh, heel verstandig, lief, want dat zou jou goed doen. Inderdaad. Ik ben er maar weer eens even uitgekomen. Oh, voel jij je nou al wat beter? Oh, nee, lieverd, het tegendeel. Maar op mijn leeftijd moet je een beetje bewegen, anders worden de gewrichten wat stijf. En ja. Ik dacht dat jij het gezellig zou vinden als ik even bij jou lang kwam. Ja, mama, dat is heel gezellig, maar ik heb op het ogenblik alleen maar behoefte aan rust. Oh, nou, als ik nou helemaal niks zeg en doodstil blijf zitten... Mam, het enige wat ik vandaag wilde, dat was in bed blijven liggen. Maar ik ben opgestaan om voor jou een Klaartje ontbijt te maken. Ik heb voor jou een Klaartje, heb ik lunch gemaakt. Ik ben boodschappen gaan doen. Ik ben opgestaan om thee te zetten. En vind je nou ook niet dat ik heel even mag blijven liggen? Ja, natuurlijk, lieverd. En we zijn je ook heel erg dankbaar voor alles wat je voor ons doet. Maar Klaartje en ik zijn ziek. Jullie zijn verkouden. Nou, dat is maar te hopen. Een verkoudheid kan zo omslaan in iets echt. Ja, dat zal ik niet weten. Bij oudere mensen. Moeder. Of eventueel bij iemand als Klaartje die zo'n teer gestel heeft. Ah, ja, kom maar binnen. Dag, mam. Oh, dag, schat. Ah, Omi. Dag, lieverdje. We hebben eens even opgestaan. Wat voel jij je nou een beetje beter? Nee, tegendeel. We komen gewoon even kijken hoe het met jou gaat. Nou, ik voel me hotsberoerd als jullie het weten willen. En ik overleef dit alleen wanneer jullie weggaan, zodat ik even kan slapen. Oh jee. Nou, zeg. Ja. Overdrijf jij niet een beetje? Ten slotte ben je alleen maar een beetje verkouden. Ja, maar jij zei zelf dat het in iets ergens kon ontslaan. Ja, liever bij mij. En eventueel bij Klaartje, maar niet bij jou. Mam, ik heb al 3 dagen achter elkaar stekende hoofdpijn. Hoofdpijn, oh, praat mij niet van de hoofdpijn. Ik heb het gevoel of een broodmes in mijn hoofd zit te zagen. Oh, ik weet precies wat je bedoelt. Mijn hoofd voelt alsof die onder een stoomwals ligt. Dat was toch wel waar. Het zeg je wel? Nee, dan die vreselijke keelpijn. En die oorpijn. En die gesprongen lippen. Nee, en die duizeligheid. Nee, ik heb mij nog nooit zo ziek gevoeld. Nee, ik hoop niet dat ik dood ga. Nou is het afgelopen. Het kan me niet schelen wie zich hier het ziekste voelt. Ik voel me ontzettend ziek en ik wil dat jullie weggaan. Uitstekend. Ik zal mijn moeder hier alleen liggen uitzieken. Ik dacht alleen dat je een beetje aandacht wel zou waarderen, maar als dat niet zo is, nou, ik ben wel vertrokken, hoor. Nou, ga ik ook wel als ik niet welkom ben. Ik moet me trouwens toch om gaan kleden. Om
omkleden? Waarvoor? Nou, voor dat feest van Gert natuurlijk. Ja, moeder. Dag, lievertje. Ik kwam alleen maar even kijken hoe het met je ging. Nou, ik voel me niet beter, maar ik heb om 9:15 een afspraak met de dokter gemaakt. Oh, nou, misschien helpt het. En jij? Ben jij al een beetje opgeknapt? Oh, nee, lieverd, in tegendeel. Nee, ik zat er net aan te denken hoe bij oudere mensen zo'n verkoudheid meteen kan opstaan in het heel ergs. Nou, zal ik dan maar meteen een afspraak bij de dokter maken als ik er toch ben? Als je dat wil. En hoe gauw denk je dat dat kan? Nou, hij heeft het heel druk. Ik denk een dag of 2. Zo lang? Oh, nee. Dan kan er al van alles en nog wat gebeuren. Ja, bijvoorbeeld dat je vanzelf weer beter bent geworden. Nou, nee, dat zat ik niet te denken. Nee, weet ik. Voel jij je echt zo ziek? Ja, lievertje. Maar maak je maar over mij geen zorgen. Ik heb een heerlijk vol leven achter de rug. Mam. En ik heb bijna alles gekregen wat ik hebben wou. Ja. Nee, ik heb van alles en nog wat om dankbaar voor te zijn. Nou, goed. Jij je zin. Ga jij dan maar naar de dokter, dan maak ik wel een nieuwe afspraak. Echt waar? Ja. Ben je dat echt? Dat is om 9:15. Nou, als ik me meteen ga aankleden, dan haal ik dat nog. Dag, mam. Dag, schat. Hoe gaat het nou met je? Vreselijk. Ik ben helemaal ingestort. Geen wonder als je om 4:30 thuis komt. Dat heeft helemaal niks mee te maken. Nee, natuurlijk niet. Oh, als jij heet water hebt, wil je dan meteen weer even zo'n kwast voor me maken? Oh, en als je boodschappen gaat doen met papieren zakdoeken zijn op, moet er even gaan liggen, hoor. Wat wil je dat ik voor je maak? Nou, gewoon zo'n hete kwast met citroen en honing. Ja, nou maak het zelf maar. Hè? Ik wil best voor je zorgen wanneer je echt ziek bent, maar ik heb geen zin in een ordinaire kater. Dat is het helemaal niet. Tenminste, niet alleen. Ik voel me gewoon... Het kan me niet schelen hoe wie dat ook zich voelt. Dat kan me niets meer schelen. Ik voel me ellendig. En zoek het verder zelf maar uit. Waar ga je naartoe? En de boekenstal naar Michiel. Dat is de enige plek waar ik nog iets van rust heb. Nou, nee. Ik dacht dat het toch wel beter was om even langs te komen, want je hoort zulke griezelige dingen over oudere mensen. Ik dacht, ik ga niet even naar mij kijken. En als ik dan iets krijg, nou, dan kan niemand u nalatigheid verwijten. Dat is heel vriendelijk van u, maar daar hoeven we ons voorlopig nog helemaal geen zorgen over te maken. Oh. En volgens mij bent u zo kerngezond dat dat nog wel eens heel lang zou kunnen duren. Oh. Even in de mond kijken hoe de keel eruit ziet. Oh ja, keel. Keel, mijn keel is altijd mijn zwakke plek geweest. Toen ik nog heel klein was, hè, toen ben ik een keer zo vreselijk ziek geweest dat mijn ouders echt bang waren. Het gaat wel iets makkelijker als u even niet praat. Oh ja, natuurlijk. Wat zegt u? Wat ziet u? Niets dat niet in een gewone mensenkeel thuis hoort, mevrouw Asselberg. Oh, geen ontsteking of zo? Niets. En hoe was het daarnet bij mijn bronchiën? Zo gezond als wat. Oren ook perfect. Maar wat heb ik dan? Volgens mij bent u verkouden. Ja, maar dat heeft toch wel een naam. Het is toch wel een speciaal genre verkoudheid. Ik kan het wel wat uitgebreider zeggen. Ja, heel graag. Het is een doodsimpele, ordinaire verkoudheid. Ordinair? Ik toch. Ja, mevrouw Asselberg, niks meer en niks minder. Volgens mij verstaat u uw vak niet. Over ordinair gesproken. Toch vind ik dat je niet had moeten komen. Nou, vergeleken met thuis is het hier een sanatorium. Jij vraagt toch ook niet iedere 5 minuten of ik een grokje voor je maak? Nee, maar misschien kan ik een gezellig bedje voor je bouwen van oude winkelen prinsen. Oh, heerlijk. Nee, laat maar hoor, ik red me wel. Dus, je hebt je ziektedagen niet in de familieagenda kunnen krijgen? Nee, het lijden van Klaar en moeder was veel belangrijker. Wat zijn dat toch 2 egoïstische krengen? Als je ziek bent, ben je altijd een beetje egoïstisch. Ja, maar die 2... Nou, kan dat nou? Huh? Dat is toch niet te geloven? Jet, moeder. Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik jou hier zag zitten.
Jij hoort thuis. Nou, zo ziek ben ik nou ook weer niet. Nee, daar gaat het niet om, dat weet ik ook wel. Jij hoort thuis te zijn om voor mij te zorgen. Nou, mam, dan vind ik toch echt wel dat je... Zeg, Frederik. Oh, Michiel. Wat zei de dokter? Nou, hij zei dat we op de langere termijn de hoop niet moeten opgeven... als ik tenminste de eerstkomende weken haal. Oh, en zei hij ook nog wat je had? Ja, ja, hij durfde het eerst bijna niet te zeggen. Maar ik stond erop om de waarheid te horen. Ik ben iemand die dat aan kan. En wat heb je dan? Ik heb... Ik heb een heersend virus. Ja, het is gewoon niet waar. Ik voel mij niet goed. Ja, ik weet ook wel dat jij mij niet gelooft. Ga dan maar liggen, dan zal ik een lichte lunch voor je maken. Nou, graag, lievertje, maar heel weinig, want ik heb praktisch geen honger. Nee, bijvoorbeeld een klein doosje met een klein beetje jonge komijnenkaas en een klein krentenbolletje met een vliezeltje boter. Boter en een courgettesoepje, lekker omeletje. Oh, hè? Dat is natuurlijk heerlijk, ja. Nou, ga dan maar liggen, dan zal ik voor je koken. En ook voor Klaartje, als de tere maagje dat toelaat. Ik heb gewonnen! Ik heb gewonnen! Wat heb jij gewonnen? De prijsvraag? Ja. Dat 5-sterren-hotel? Ja, een weekend voor 2 personen. Fantastisch, hè? Oh, fantastisch! Oh, ja, klaar. Dat is echt fantastisch. Dag, mam. Vind je niet echt dat we je alleen laten? Dag, nee. Nee, het is het feitje dat mijn tijd is overkomen. Zo, hè? Opgeruimd zo netjes. Oh, wat een rust. Oh, heerlijk. Heerlijk. Oh. Ah, zie je.